Gaat het buitengedeelte van Dans Macabre open in 2023? Het kan best wel. Ik weet het nog niet. Daar gaan we volgend jaar op terugblikken. Dus dan gaan we volgend jaar, kan ik daar pas antwoord op geven. Of het buitengedeelte van Dans Macabre is, gaat open is. Dus bijvoorbeeld het, um, de souvenirwinkel, de horeca, de toiletten. En misschien ook wel het themagebied daarbuiten. Dan niet de attractie die gaat open in 2024 en het Grand Hotel ook. Welkom iedereen, welkom in deze gloednieuwe video. Jullie hoorden net al een fragmentje van natuurlijk de jaarwisseling van 2022 naar 2023. Dat was natuurlijk toen ik ging terugblikken op vorig jaar 2022 en ging uh, zeg maar uh, toekomst dingen ging. Gewoon in de toekomst ging kijken van natuurlijk dit jaar. En vandaag gaan we precies hetzelfde doen als natuurlijk vorig jaar. Want ja, het is alweer een jaar geleden sinds de video had gemaakt. Maar even terug op het verhaal van Dans Macabre. Want ik zei natuurlijk in de video van vorig jaar gaat er het buitengebied van Dans Macabre open. Ja, het is... Ja... We zijn natuurlijk, we hebben natuurlijk de, In de zwarte kat. Die natuurlijk is open gegaan. En de laatste hoop dit jaar. tussen twee gebouwen. Ik zei natuurlijk ook, misschien dat natuurlijk het koetshuis open zou gaan. Of misschien het andere buitengebied dan de, dan de attractie. Nee, het buitengebied is nog steeds achter de stijgers. En staat natuurlijk achter de bouwhekken. Dus die, is, die gaat pas volgend jaar open. Dan gaan we volgend jaar weer hetzelfde doen. Dan gaan we weer terugkijken op. 2024, en dan gaan we kijken of het ook echt waar is gebeurd wat ik nu allemaal aan het zeggen ben. En nog eventjes terug op Efteling Grand Hotel, want die gaat helaas niet open in 2024. Dat had ik natuurlijk vorig jaar wel gezegd, maar de Efteling heeft dit jaar bekendgemaakt dat het niet is gelukt, omdat natuurlijk het bedrijf, het bouwbedrijf van Efteling Grand Hotel is failliet gegaan. Ze hebben gelukkig wel weer een nieuw bedrijf gevonden. die het heeft opge uh, opgekocht of zoiets. Ik weet niet wat het allemaal gaande was. En die leveren die spulletjes pas. volgens mij in januari gaat de bouw van Efteling Grand Hotel echt de hoogte in. Dus in 2025 gaat de Efteling Grand Hotel pas open. Dus dan kunnen we pas in 2025 terugkijken. Dus over twee jaar kunnen we pas eigenlijk gaan terugkijken hierop. En kijken of het echt waar is. We gaan verder naar het volgende ding. Nu de volgende. Gaat er in de Efteling gaat er een nieuw restaurant komen? Dat denk ik wel, want ze zeggen allemaal dat Laplace gaat Panorama overnemen na 70 jaar. Dus Panorama wordt volgend volgend jaar 70 jaar en. Um, ja, en wordt vervangen door Laplace. Ik denk het wel, dus we gaan die volgend jaar allemaal op terugblikken. Dat zei ik net ook allemaal. We gaan volgend jaar hier op Ja, dames en heren, we zijn we een jaartje verder en wat ik natuurlijk zei, gaat er een nieuw restaurant komen de Efteling. Ja. Dat is dit jaar gebeurd. Want op 8 januari 2023 is restaurant Panorama gesloten na 70 jaar een complete makeover gehad van drie maanden, ja, ja je kan de bouwupdate ook nog vinden op mijn kanaal en ook nog kijken, zeg maar op de dag dat ik zeg maar het vertelde dat het openging en zeg maar de foto's en en al die andere dingen, maar het is restaurant Karsenbach geworden. En op de dag van vandaag staat het er nog steeds natuurlijk en um, ja, het is in de loop der maanden is het was het, het was eerst niet mooi. Maar in de zomermaanden en een beetje in de herfst hebben ze het mooi beplant. We missen alleen nog de mooie gordijnen. of zeg maar die mooie uh, lakens bovenop het plafond. Maar ik denk waarschijnlijk wel dat het in 2024 ook wel terug gaat komen. Dus deze voorspelling is ook waar. Dus panorama is er niet meer. Het is kasbaard geworden. Dus dat is ook dit jaar gebeurd. We gaan verder naar het volgende dingetje. wat ik vorig jaar ook had besproken: 20 Ja, de gaat open in 2023. Want Droomvlucht is nu een onderhoud momenteel, wanneer ik de video opneem. Um, tot en met 3 uh, maart moet ik goed zeggen. 3 maart is hij dicht. Op 4 maart gaat hij open. Het kan ook zijn dat het later komt. Maar ik ga er wel vanuit dat 4 maart gewoon haalbaar is voor de Efteling. Een weekje geleden, uh, of eigenlijk in februari zeg maar, van dit jaar. Een week voordat de Droomvlucht open zou gaan. Gingen, uh, vielen, zo. ...vielen de planeten naar beneden. Ze waren zwaar beschadigd en uh, ongeveer een paar weekjes geleden... ...van, van vandaag, dus 31 dus 30 december 2023... ...ergens in november of zo... ...werden de planeten eindelijk weer teruggeplaatst... ...maar dan een beetje zeg maar, gedempt licht. Maar nu is het licht wel gefixt. Dus de droomvluchtplaneten zijn gefixt. Dus alle problemen zijn opgelost... En ja, de N, de stelling is waar. De F-stelling heeft het gehaald, maar alleen zonder de planeten. Dus, we gaan verder naar de volgende. Dit waren alle voorspellingen die ik heb beantwoord van vorig jaar. Nu gaan we even verder opblikken naar volgend jaar. Want, gaat natuurlijk, Piranha gaat natuurlijk een grote restauratie krijgen. Wordt Piranha natter dan natuurlijk in dit jaar? Dus 2023 ben ik er nog in geweest. In de zomer ben ik er nog in geweest. Op zich, ik werd niet heel erg nat. Dus ik ben benieuwd. Ik ga volgend jaar op terugblikken. Word ik, word ik natter in de Piranha volgend jaar, in 2024? Die stelling gaan we volgend jaar weer beantwoorden. Dus worden we natter in Piranha, dat weet ik nog niet. Ze zeggen van wel, maar ja, eerst zien, dan geloven. Dus daar gaan we volgend jaar op terugblikken. Het volgende dingetje is natuurlijk Dans Macabre. En natuurlijk de Koetshuis. Gaan natuurlijk volgend jaar open. Laten we het hopen van wel. Stel je voor dat er problemen komen nog met Dans Macabre. Dan zal het een jaar worden opgeschoven. Maar ik ga er wel vanuit dat de Efteling dit misschien haalt. We weten het niet zeker. Maar laten we die voorspellingen ook allemaal voor volgend jaar achter. Um, Doornroosje gaat natuurlijk volgend jaar open. Um, weer heropend worden. En er komt een nieuwe animatonic. Laten we hopen. Ik ben benieuwd welke animatronic dit gaat zijn. We gaan er allemaal volgend jaar op terugblikken. Of volgend jaar bedoel ik. Um, ook Fata Morgana Gaat Fata Morgana ook in onderhoud volgend jaar? Daar ben ik wel benieuwd naar. Een groot onderhoud voor Morgana is gepland. Um, ik weet niet wanneer dit gaat zijn. Wordt het volgend jaar? Daar gaan we ook volgend jaar op terugblikken. Um, en dat was het eigenlijk wel een beetje van al mijn voorspellingen. Oh ja, ik heb er nog eentje. Ik was er bijna helemaal vergeten. Gaat het Lurk en Limoenhuis. of zeg maar dat, dat oude hutje zeg maar bij Volk van Laaf, die al twintig jaar dicht is. gaat die volgend jaar ook weer open? Daar gaan we volgend jaar allemaal naar kijken. En dan, dan gaan we er ook weer op terugblikken in zo'n video als vandaag. Nou, bedankt voor het kijken naar deze gloednieuwe video. Oh, wacht, ik heb er nog eentje. Wacht even, laat nog eentje doen voor het afsluiten van deze video. En dat is eentje die ik persoonlijk wel heel erg in, de, in mijn hoofd zit. En ik denk dat vele mensen dit ook wel denken. En dat is... Gaat het kleuterhof vervangen worden in 2024? Ik hoop het liefst wel... Ik zit hier al jaren een beetje in mijn hoofd dat dit ook gewoon moet vervangen worden. Bijna alle, at alle oude attracties gaan weg. Zoals Spookstot, Panadroom, Bobaan, Boca Marina. Noem het maar allemaal op. Panorama gaat weg. Maar het kleuterhof staat er nog steeds. En ook, ja natuurlijk, Monsieur Cannibal en, en het avonturen kinderdolhof. Die bestaat natuurlijk nog. Of die zijn ook weggehaald, maar het kleuterhof bestaat nog. Gaat het kleuterhof weg worden gehaald of aan wordt gekondigd voor een nieuwe simbandfase nummer 3? Dat zou, zou ik heel graag willen: dat gewoon archipel ook wordt uitgebreid, maar dan niet achter archipel, dus zeg maar naar de speelweide toe. Of ja, weet ik niet hoe, hoe we het tegenwoordig noemen, speelweide de warme winterweide, nu noem ik het maar eventjes. Maar dan maken we gewoon een derde fase bij het kleuterhof. Want de kleuterhof ziet er niet meer uit, want van, voor, van dit jaar. Brak er ook weer een oog af van die ene clownschommel. Of die wipwap bedoel ik. Dus ja. Moet het kleuter of weg in 2024? Eigenlijk voor mij wel. Maar gaat de Efteling er wat mee doen in 2024? We moeten het maar even gewoon kijken en controleren. En volgend jaar hier weer op terug gaan blikken. Of dit ook echt is gebeurd of niet. Nu zeg ik wel tegen jullie bedankt voor het kijken naar deze gloednieuwe video. Vergeet niet te abonneren en te liken als je het nog niet hebt gedaan. Oh ja. Vorig jaar had ik natuurlijk een mijlpaal gehaald. Ik had natuurlijk vorig jaar gezegd. of we de 100 abonnees kunnen halen in 2023. En jongens, raad eens wat. We hebben over de 600 abonnees. Dus hartelijk dank voor iedereen die heeft geliked of hebt geabonneerd, en een comment heeft achtergelaten. Bedankt iedereen voor jullie steun in 2023. Hopelijk gaan we in 2024 een nieuwe mijlpaal halen. En dat wordt de 1000 abonnees. Gaat het ons allemaal lukken? Allemaal. Iedereen die nu mijn kanaal kijkt en die denkt: Ja, Denzel, we, willen do, zo, we doen mee met jouw mijlpaal voor volgend jaar. Abonneer dan eventjes op mijn kanaal. Want er komt in 2024 komen er nog geheime en leuke video's online die ik nog niet met jullie ga delen. Maar in 2024 is ook mijn kanaal het tweede jubileum. Dus dat betekent dat er weer leuke en interessante video's gaan komen. Ik, ik heb er wel heel erg hard aan gewerkt aan deze video's. En er gaat ook nog wel wat tijd in zitten om het aan te werken. Maar dat komt goed. Want dat is allemaal waard voor het tweede jubileum van mijn kanaal. In januari. Dus dat komt allemaal in januari. En er komt zelfs een nieuwe jubileums-profielfoto. Um, Hetzelfde als een Sprookjesbos, maar dan een beetje met um, verjaardagstintje erbij. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze gloednieuwe video. En ik wens jullie allemaal een hartelijke jaar... uh, zo... uh, voor de derde keer alweer. jaarwisseling. En ik zie jullie allemaal weer in 2024. En natuurlijk komen er vandaag en morgen ook nog wat andere video's online. Ook natuurlijk het nieuwe Fortnite Live-event. Van natuurlijk die, uh, die bal die naar beneden komt, die discobal. Maar dat komt allemaal goed. Fijne jaarwisseling en zien jullie allemaal weer in 2024. Ciao!